Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Beterbaan.nl. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Vandaag ben ik in het prachtige Raamsdonk sfeer, want daar is het Concerto in Purple. Dus vandaag is paars, de kleur van jouw outfit. Want iedereen die hier vandaag is, die is in het paars. En het komt door het duo Rob en John. Rob en John nemen vandaag hun nieuwe videoclip op. En ze presenteren hun nieuwe CD en DVD. I never worked a day in my life. Vandaag is paars, de kleur van dit feestje. Dames en heren, hier zijn ze, Rob en John. Als de wind verdwijnt en de zon is weg, grote perla die mag ze nooit meer zien. Ik ben zo blij dat zij nog in de mond zat en dat ik niet meer verwacht. Als de wind verdwijnt en de zon is weg, ik ben zo blij dat zij al hierop zat en dat ik niets meer van haar al had. Wij zijn duo Rob en John. Ik ben Rob. Ik ben Johnny. Ja, en hij is van zeg maar. Duo. Ik ben van duo Rob en John. En natuurlijk zijn we duo. We zijn er met z'n tweeën. Hallo, je wel even. Doen. We zijn duo. Hij is van de orgel. En ik ben van hem, verdeling. Ik ben zeg maar van uitstraling. Concerto in Purple. Dat hebben de mensen gevraagd om allemaal zeg maar in het paars te komen. Omdat de mensen jarenlang door ons genageld worden. Ik moet je wel al meer te zeggen. Wat heb je te zeggen tegen de mensen? Nee, maar hebben we gedaan omdat de mensen zeg maar, ja, onze kleuren zijn paars, kun je zien. Dat wij altijd paars hebben. Dat zeg ik, omdat wij om de kleuren paars. Je moet er iedere keer tussendoor. Hij stelt aan mij de vraag. Oh. Dus omdat we paars en dachten we Concerto in Purple. Daarnaast mag ik op Bassato, Sinfonica en Rosso. Ik denk van ja, ik kan lekker wezen. Maar dus vandaag eigenlijk. Paars is onze clubkleur. Ja,
Als je nou zeg maar ook een bezit bent van een computer. Dan zijn ze toch? He? Ze zijn toch in bezit van de computer? Kunnen we altijd even kijken. www.robenjohn.nl. Want ik ben Robby. Hij is Robby, maar wij zijn duo, hè? Maar het gaat eigenlijk om mij. Het gaat eigenlijk om mij, Robby. Het gaat ook om mij. Denk je dat al die mensen bij jou zeggen komen? Ik sta vooraan, Rob. Rob. En dan de hele tijd niks, John. Wat denk je dat die mensen bij jou zeggen komen? Ik uitstraal, het gaat over entertaining. Je bent voor mij gekomen. Jij bent wat duur, jij bent duo, jij bent voor het orgeltje. Dus kom voor mij. Uitstraling, entertaining. Nog iets dat ze bij jou komen? Zijn toch mijn moeder is er ook. Hé? Mijn moeder is er, mijn tante. Omdat het jouw moeder is. Die komt er toch voor mij? Nee, maar luister hè. Duo Rob en John. Voor wie komen ze uiteindelijk? Voor duo. Nee, voor mij. Omdat ik ben van de entertaining, ik heb de uitstraling. Nou, wij komen eigenlijk, kom ik en mijn vriendinnetje komen eigenlijk voor Rob, want dat is natuurlijk een ontzettend lekker ding. Dus daar komen wij eigenlijk voor. Ik heb de uitstraling. Weet je, Robby is zo romantisch. Dat is echt, ja, als die je aankijkt, hè, dat smelt je gewoon helemaal. Ja. Man. Ik vind eigenlijk Rob veel leuker dan John. Nou, Rob is ook veel leuker dan John, hoor. Rob is veel leuker als John. Nou, geef mij Rob, want John, dat is twee keer niks. Ik ben van de entertaining, ik heb de uitstraling. De gekke haar van die John vind ik niet echt leuk of zo. Dan vind ik Rob leuk. Rob vind ik veel leuker, omdat hij veel beter zijn best doet. En het haar van John vind ik ook maar niks. Wow. Heb te maken met, kijk, ik loop de Appie Hem binnen. En zeggen ze, hé, Skinny Rosjes. Heb je uitstraling te maken? Nee, ik vind die andere, die jongen met die krullen leuk. Met dat Harry Belafonte. Die vind ik leuk. Nee, ik heb hem erbij hè, voor de toetsen. Maar vraag de mensen maar. Hè. Vraag de mensen gewoon maar van ons luisteren. Duo Rob en John. Iedereen zal zeggen, leuk. Maar als u ook de mensen eerlijk vraagt. Hè, als ze dus eerlijk vragen, mensen. Ja. Van waar kom je nou eigenlijk voor naartoe? Zeggen ze. Johnny Rolt, hè? Zeggen ze Johnny Rolt, hè? Ik zal even, kijk, die Rob en John, ik ben echt een fan van Rob en John. Maar, ja, je moet het tegen niemand verder vertellen. Maar die Johnny Gold, die vind ik leuk, maar geef mij die Robby Smots maar. Dat is toch wel mijn favoriet. Ik vind het een beetje lullig voor Johnny Gold, maar toch, niet over praten verder. We komen echt voor Robby. Bedankt, mensen. Tot kijk. www.robbenjohn.nl. Ja, ze hebben me geboekt als buikdanseres hier. Nee, dus nee. Het schijnt kerel te zijn. Ja, maar ja, het is niet anders. Maar hey, over die twee iets te vertellen, dat blijft moeilijk. Het zijn collega's die alles met een knipoog zien. Het lijkt een klein beetje lowlands. Het is gewoon helemaal te gek. Ik hou van die twee. Want ze zijn wel altijd eerlijk gebleven. Altijd jezelf gebleven. Je mag wat liegen, maar niet zo wel mooi. Maar niet zo wel liegen. Dat zijn gewoon klootzakken. Ik ga zingen voor jullie. Oké, hey, veel plezier. Hij is dood. Maar je moet er een sneeuw uitscheiden. Kijk, 150 keer geregeld met de generale repetitie. Waren om 4 uur vannacht hier allemaal bezopen. Dan wel natuurlijk. Dat heb ik toch doorgelopen. Nou ja, straks het zal allemaal goed komen. Ah, kijk, vuile zuiplap. Je moet er eens bij uit. Je moet van die werf opleggen. Ja, zit een ballet in de kleedkamer. Kom, zit er wel. Nee, hè, slimmer. Hè. We gaan zo meteen even kijken. Laat het nog even spannend. Wij weten het ook niet. Ik weet echt niet wat er staat te gebeuren. Ik zou zeggen, waar blijft onze CD, zou ik willen zeggen? Waar blijft die? Ik weet het niet, hoor. Jij zou wel een beetje het uit zo schrijven. Dat is geen hoor. Ja, je bent al een keer op je muil weer, ja. Twee weken geleden hadden we een feestje samen, zo. Drie tanden zo muil, weet je. Hij schermt er eens mee uit en ons aan het optreden. Sjaak! Ga je het nou doen? Kom eens terug, ga je vast omkleden? Ja, ik doe even mijn werk ook. Okay, want even... je moet na ons gelijk, hè? Ah, of zullen we even naar muziek draaien? Dus ik doe natuurlijk even okay. Met je muziek. Hoe zou muziek doen? We gaan eerst even doen. Kijk eens, hier is hebben de tekst, lieve mensen, ja? Nou, je dames. Dat is helemaal gedaan. En dankjewel dames. Dames en heren, mag ik nog een keer een waanzinnig applaus voor onze Fafa International Dance. Ja, prachtig, dankjewel. Jullie mogen weer gaan, dames, dankjewel. Fantastisch. Ze zitten in dezelfde kleedkamer als wij. Ze zitten in dezelfde kleedkamer als wij. Nieuwe single.